zeg mensen. Kom allemaal overhoop uit het buitenland, dat soort ideeën. En dat is nooit goed. Maar daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Er komen soms echt concepten uit het buitenland waarvan ik denk, dat is goed. Dat heb ik bijvoorbeeld met The Designated Survivor. Die is naar Nederland gekomen. De aangewezen overlevende. Komt uit Amerika. Als in Amerika alle bewindslieden samenkomen, bijvoorbeeld bij de State of the Union, dan is er één van die bewindslieden, mag daar niet bij zien. Die is de Designated Survivor. De aangewezen overlevende. Die zit op een hele andere plek dan de rest van de regering. Is er een aanslag of een natuurramp waardoor heel de regering omkomt, dan is er in ieder geval één, de Designated Survivor, die overleeft het. Die kan het dan een beetje regelen verder. Het is overgewaaid naar Nederland. Het was Prinsjesdag. Alle bewindslieden komen dan samen op één plek in Den Haag. Alleen Stef Blok, die mocht daar niet bij zien. Die zat veilig in Straatsburg. Was er een aanslag in Den Haag of iets dergelijks. Dan had je altijd Stef Blok die dan overbleef om het te regelen. Dat vind ik een goed concept. Nee, maar wat ik eigenlijk ook wil zeggen is, als je nou naar je familie en je vriendengroep kijkt, hè, dan zit toch altijd wel iemand tussen die je niet mag. Ik heb toch altijd wel een neef of zo. Of nee, ik heb in mijn vriendenkring iemand zitten waarvan ik denk, hoe is die in hemelsnaam in onze vriendenkring terechtgekomen? Vind ik een arrogante kwal, vind ik het, een grote bek. Dan denk ik, waarom zit hij ook in de groepsapp en zo? Hoe kan dat? Maar ik werd het afgelopen jaar 45. Ik gaf een groot feest. Nou, dan zit je met je vrouw aan de keukentafel. Nou, wie gaan we uitnodigen? Ik zeg, ja, moeten we René nou echt uitnodigen? Ik zeg, zo'n arrogante kwal. Nou, zegt mijn vrouw, dat kan je niet maken. En die zit er al jaren in de vriendengroep. En die zit in de groepsapp. Die kan je toch niet passeren? En nou, ben ik naar René toe. En ik zeg, nou, René, ik geef een heel groot feest. Ik word 45. Zou hier voor dit feest mijn Designated Survivor willen zien. Nou, ik heb nog nooit iemand zo trots gezien omdat hij niet op een feestje mocht zien. Echt waar, gouden tip, gebruikt hem, echt.